Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar Eldorado in zijn geheel met alle drie uitbreidingen. Wat doe je daar nu mee als je er zoveel hebt? Toen ik er twee had, ging alles in één uitbreidingsdoos. Alle componenten die ik nodig had. Nu met de derde erbij is het net iets meer puzzelen om alles erin te krijgen. Het gaat nog net, maar het is iets meer gedoe. Dus ik denk dat ik misschien ga overschakelen terug naar de basisdoos die ik nu ergens, ik weet niet waar, verstopt heb. Ik denk dat iedere uitbreiding dingen toevoegt die leuk zijn. En wat vind ik er leuk aan als ik het gevoel van controle heb? Dus het avontuur is net iets minder van belang voor mij. Dus dingen die ik eruit gooi, ga jij er misschien willen in hebben zitten. Het eerste wat ik sowieso bij iedere nieuwe uitbreiding al meteen aan de kant gooi, zijn de grotfiches. Ik speel liever niet met de grotfiches. Het zorgt voor zoveel willekeur dat het eigenlijk een matig spel wordt in mijn ogen, maar in familiecontext begrijp ik wel dat je dat er kan ingooien en dan heb je dat verrassingseffect en oké, iedereen kan eigenlijk winnen met die grotfiches erbij, je hoeft er geen kaas van gegeten te hebben soms. Laat ik stelselmatig door alle uitbreidingen heen gaan. De eerste uitbreiding voegt vooral de demonenvelden toe en daar horen ook vloekfiches bij en het voegt ook nog, moet ik even denken, dat zit in de eerste inderdaad, een soort van extra kaart toe die je kan gaan halen in de taverne, denk ik dat het heet. Het is al even geleden dat ik ermee heb gespeeld. Wat heb ik daarvan onthouden? Wat pas ik daarvan toe? Ik speel soms wel met de demonenvelden, maar liever niet. En als ik ermee speel, dan laat ik de mensen geen fiches trekken, maar dan zeg ik gewoon, iedere keer dat je naar een demonenveld gaat, trek je afhankelijk van het aantal symbolen, dus 1 of 2 demonenkaarten, vloekkaarten, denk ik dat ze heten. Dus in plaats van een fiche te trekken en willekeurig een straf te krijgen, een vloek te krijgen, zorg ik ervoor dat het gewoon gestandardiseerd is. Iedere keer dat je dat doet, heb je gewoon een dode kaart in jouw deck zitten. En dan kan je dus eigenlijk alle kaarten gebruiken wat dat betreft en dat werkt bijzonder goed. In de eerste uitbreiding zaten ook de gezelschapsdieren, zou ik zeggen. Daar speel ik ook altijd mee. Wat de taverne betreft, als het al zo heet, want ik heb er al lang niet meer mee gespeeld. Ik vond het heel leuk, maar het zorgde voor een soort van onbalans in sommige gevallen. Sommige van die karakters waren net iets sterker, ook afhankelijk van het parcours, waardoor de spanning van de reis soms weg was. Ik vond het wel leuk, maar dus ook opnieuw iets als ik het meer in familieverband zou spelen. Het geeft je een geweldig gevoel dat je een krachtig effect hebt. Maar ja, afhankelijk van het parcours is iedereen zijn effect belangen niet zo sterk. Ik denk dat ik dan alles heb besproken wat in de eerste uitbreiding zat. Over naar gevaren en muiska. Ik speel meestal, er zitten extra tegels in en ik speel wat de gevaren betreft bijna altijd met de krokodillen. De krokodillen vind ik tof omdat dat een alternatieve manier is om te bewegen. Ik zorg meestal dat een shortcut is met krokodillen. Want je moet dan dikwijls kaarten hebben met één symbool op. En voor de derde uitbreiding uitkwam was dat de enige manier om zoiets een tegengewicht te hebben voor het uittunnen van de deck in het begin van het spel. Waardoor je daarna gewoon vooruit snelt alsof het niks is. Die krokodillenpaden zorgen ervoor, vooral als je die met één symbooltje gebruikt en je legt die op het einde van het spel, dan zorgen die echt wel voor een hinderpaal voor mensen die hun deck hebben uitgedund. En dat vind ik daar sterk aan. Dan heb je ook nog wildwaterwegen en wat draaikolken en wat is het allemaal. Daar ben ik iets minder van. Daar ben ik zuiniger mee. Je hebt ook de doodshoofden. Vooral die kunnen echt een weg onmogelijk maken. Je hebt van die stroken met 3 doodskoppen achter elkaar. Dan moet je ook weer exact die combinatie van kaarten hebben. Want je mag niet blijven staan op een veld met een doodshoofd. Dat vind ik niet echt een meerwaarde. Als er af en toe hier en daar een veldje is met een doodshoofd, dat durf ik wel toe te voegen. Maar dat zorgt echt wel voor een opnieuw misschien een shortcut. Daar kan je een mogelijkheid in zien. Maar ik speel daar beperkt mee, zou ik zeggen. Maar het zit wel in de doos. Omdat het leuk is om daar parcours mee te bouwen soms. Wat het ook toevoegt is de muiska. En dat zijn extra kaarten die ik eigenlijk altijd wel aan de kant leg om toe te voegen. Er wordt niet altijd naar gegrepen, terwijl het toch wel sterke kaarten zijn, omdat je ze mag laten liggen. En ze tellen niet mee bij jouw hand. En dus je kan ze gebruiken op het moment dat het uitkomt. En de muiska zijn de reden dat sommige andere elementen
misschien net iets meer gebalanceerd worden. De doodshoofden zijn gemakkelijker te betreden als je de muiske hebt. Dus je moet bijna, als je de doodshoofden gebruikt, de muiske er ook in steken, want dat geeft jou de mogelijkheid om kaarten op te sparen. Anderzijds, bij de nieuwe uitbreiding vind ik dat ook een beetje het geval. Als je met de schatten speelt, dan heb je de muiska bijna nodig om dat iets soepeler te laten verlopen en niet te geluksafhankelijk te maken. Dus de muiska doen bij mij bijna altijd mee. Wat de nieuwste uitbreiding betreft, daar ga ik nog wat meer mee moeten experimenteren. Maar ik vind, iedere toevoeging kan een meerwaarde betekenen. Alleen met de schatten, zoals ik al eerder heb gezegd, ik zou ook altijd de muiska er moeten bijsteken, of anders werkt het wat mij betreft niet. Ofwel ga ik daar een huisregel invoeren. Ik kom zo dadelijk nog op een andere huisregel terug. Misschien moet ik gewoon zeggen, oké, je mag ook uit je aflegstapel kaarten elimineren voor de schatten te halen. Maar dat moet ik nog testen, misschien wordt het dan te gemakkelijk. Dus de schatten ben ik twijfelachtig over. De draken zorgen er natuurlijk ook een beetje voor dat een spel langer kan duren. Door het op- en afbewegen van die draken beweeg je niet voorwaarts. Dus ik zou ze eerder toevoegen bij een korter parcours misschien. Het lijkt me wel iets waar ik af en toe ga mee spelen, maar niet per se ieder spel. Omdat ze zijn gemakkelijk toegevoegd, gewoon 4 poppetjes opzetten en dan ben je al klaar wat extra kaarten toevoegen aan de opties. En je bent vertrokken eigenlijk, dus het speelt wel gemakkelijk op dat vlak. En qua uitleg, als de kleuren goed zaten, dan was het nog net iets gemakkelijker, maar eigenlijk valt die uitleg wel mee. En de mysterietegels, daar kan ik ook mee spelen, de ene keer wel, de andere keer niet. Ik moet gewoon een beetje opletten dat er niet te veel te beleven valt. Afhankelijk van de ervaring van de spelers kan je er meer dingen aan toevoegen, maar met beginnende spelers gaat het eerder of zijn in plaats van en. En dan nog de huisregel. De huisregel die ik het belangrijkste vind, en je kan dat op verschillende manieren gaan aanpassen, maar ik heb vorige keer iets getest en dat leek wel goed te werken. En dat is voor de kaartenmaker. De kaartenmaker is een krachtige kaart, als je er meer dan één van hebt, is die overpowered. En om dat een beetje tegen te werken, omdat de mensen er altijd naar grijpen, onafhankelijk van welk parcours het is, daar wil ik toch iets aan doen, want dat maakt het minder interessant. Dus wat ik nu heb gezegd is, oké, de eerste kaartenmaker kan je gewoon kopen, geen probleem. Maar koop je een tweede kaartenmaker, dan moet je 2 vloekkaarten, want daar speel ik mee met de eerste uitbreiding, moet je toevoegen aan jouw deck. De derde kaartenmaker, als je die ook nog wil, moet je nog eens 3 vloekkaarten toevoegen aan jouw deck. En dat zorgt er wel voor dat mensen iets meer twijfel hebben, is het wel de moeite waard om die tweede kaartenmaker of derde kaartenmaker te hebben. Alternatief, moest je de eerste uitbreiding niet hebben, dan stel ik dit voor. Je mag ze alle 3 kopen zonder problemen, maar als je er meer dan 1 speelt tijdens een beurt, dan elimineer je de volgende. Dus speel ik 1 kaartenmaker in mijn beurt en raap ik een volgende kaartenmaker en ik wil die ook spelen, dan gaat die permanent uit mijn deck, die tweede. En die derde eventueel ook nog. Dus dan is het eigenlijk iets meer managen, want als je ze dan allemaal samentrekt, normaal gesproken heb je dan 7 kaarten op handen, als je die alle 3 kunt gebruiken. En dat geeft enorm sterke beurten. Dan kan je eigenlijk vooruit gaan als een raket. Om dat een beetje tegen te gaan, 1 per beurt, dan moet je kiezen, bewaar ik die nu voor de volgende beurt, hou ik die gewoon op handen, of ga ik die toch wegspelen, dan heb je toch weer wat meer dat dilemma en is het niet zo vanzelfsprekend om ermee te winnen, want als je er 3 hebt, garantie heb jij het spel gewonnen bijna. Toch zeker als je ze vroeger in het spel kan bemachtigen. Nu, andere kaarten kunnen ook sterk zijn afhankelijk van het parcours. Het uittunnen van jouw deck kan ook heel sterk zijn afhankelijk van het parcours. Dus bij Eldorado, het parcours maakt heel veel en daar goed over nadenken is belangrijk. Dus ik kan je nog eens verwijzen naar, als je enkel basisspel hebt bijvoorbeeld, naar Boardgame Geek, waar dat een 40-tal maps voor het basisspel zijn beschreven. Dat kan je gewoon afprinten eigenlijk, als je lid bent van Boardgame Geek. Ik denk dat er ook al eentje op staat met de eerste uitbreiding, misschien ondertussen ook met de tweede uitbreiding en wie weet ooit ook met de derde uitbreiding. Maar ik gebruik die en dat geeft veel meer variatie dan enkel de kaarten in het basisspel. En het geeft me ook niet altijd de noodzaak om een parcours vanaf nul op te bouwen. Meestal begin ik met de basis
die ik heb afgeprint. En dan ga ik daarop verder bouwen met krokodillentegels. Nu in de toekomst ook met draken en met mysteries en, weet, en schatten en weet ik veel wat allemaal. Dat doet er mij eigenlijk aan denken. Ik ben één dingetje vergeten. In de Muiska-uitbreiding zit ook nog een derde element. Het staat niet in de titel, dus... moet ik even hierop kijken. Tempels, ja. Er doen ook 4 tempels mee. En op dat vlak heb ik ook nog... Daar speel ik ook wel dikwijls mee. Maar daar heb ik ook nog wel een huisregeltje mee. Je moet normaal gesproken, als je met de tempel speelt, moet je bij iedere tempel geweest zijn, moet je daar 1 citroenschijfje gaan halen en dan moet je jouw cirkel rondmaken. Ik speel, om het net iets interessanter te maken, om het dilemma weer naar voren te brengen, speel ik met de regel dat je er maar 3 van de 4 moet halen om het spel te mogen eindigen. En dat zorgt weer voor het dilemma. Ga ik de eerste overslaan? Ga ik de tweede overslaan? Of ga ik gewoon de eerste 3 allemaal doen, zodat ik zeker ben dat ik dat al heb en dan kan ik daarna racen. En dat vind ik veel interessanter dan dat je ze alle 4 moet hebben, want dat zorgt ervoor dat iedereen hetzelfde paadje moet volgen, dat iedereen bij die 4 tempels moet stoppen. En dat is niet zo interessant. Ik zou zelfs zeggen, als je veel andere componenten toevoegt, de 2 schatten en zo, dat je misschien ook gewoon kunt zeggen, 2 van de 4 tempels is genoeg. Of zelfs 1 van de 4 tempels. Want tempels en schatten, bij beide ga je kaarten moeten elimineren. En dat zorgt er een beetje voor dat het misschien niet heel goed samen gaat. Of dat het een beetje gevaarlijk wordt om jouw deck helemaal droog te leggen. Maar goed, ik vind het wel een meerwaarde dat dat ook bestaat. En dat is het dan wat betreft mijn kort overzicht van mijn Frankenstein-versie van Eldorado op dit moment. Is er nu nog nood voor nog een uitbreiding in de toekomst? Ik zou het zeggen van niet, maar ik denk dat ik er toch weer op spring als die er wel komt. Bedankt voor het kijken, abonneer en zie ik je volgende keer weer. Bye bye.